Hoi, ik sta hier in Breskes bij het Visserijmuseum en ik ga vandaag mee paardenvissen. We stappen zo meteen in de tram hier achter mij en rijden daarmee naar het strand. En ik ben de gelukkige dat ik mee mag op een paard met een sleepnaad achter zich, zodat we garnalen kunnen gaan vissen. Als jullie naar links kijken, dan zie je daar de jachthaven van Breskens. Onderweg vertelde Ans Wolfert van het Visserijmuseum iets over de omgeving. Eerst kreeg ik wat instructies. Ze vertelde me wat ik kon verwachten en hoe ik op het paard moest gaan klimmen. Daarna was het dan eindelijk tijd om te water te gaan. Eenmaal weer veilig aan wal kon de buit worden geïnspecteerd. Het was niet erg veel. Dat komt volgens Ina van paardenmelkerij Notier Buizen, doordat het met groepen lastig is altijd met het juiste tijd te gaan vissen. Ze legde ook even uit wat het paardenvissen nu zo bijzonder maakt. Sowieso de combinatie van en rijden en trekken vind ik zelf ook met de paarden altijd een bijzondere ervaring. En natuurlijk ook de zeer, dat doet gewoon ook iets mee. Dat je dat, die ding samen, dat is echt een beetje de elementen die jij dan opzoekt. Ga mee aan de kant! Nou, dit was echt een hele bijzondere ervaring. Ik had sowieso nog nooit op een paard gezeten. En dan om nu toch best wel flinke paarden zijn en dan zo in de zee in te gaan. Ja, dat is echt gewoon heel erg bijzonder om mee te maken.